Bij een steekpartij op de snelweg is een vrachtwagenchauffeur gewond geraakt. Het gebeurde op de A59 bij Den Bosch. Op de weg ontstond een file en daarin kregen de vrachtwagenchauffeur en een automobilist ruzie. De man stapte uit en stak de banden van de vrachtwagen lek. En toen de vrachtwagenchauffeur verhaal ging halen, werd hij zelf ook gestoken. Nou, omdat het verkeer inmiddels weer op gang was gekomen, wist de man die stak te ontkomen. Nou, de vrachtwagenchauffeur is inmiddels aan zijn verwondingen behandeld.